dag, maar de wekkerradio ging aan. Ik stapte misschien in de auto en hoorde dat op de radio de reclames voorbij komen toen ik hier de bioscoop inkwam. We zitten hier toch over bioscoopreclame te praten. Ik heb dit experiment recent eens gedaan met mezelf. We werken immers in dit vak om eens een dag bij te houden hoeveel reclame zie ik nou. Ik kwam bij 200 raakte ik een beetje de tel kwijt. Maar ik was wel, ik vond het bizar hoeveel merken mij op een willekeurige dag iets proberen te vertellen. Dus ik ging daar eens onderzoek naar doen. Ik dacht, daar moeten mensen zijn die daar ingedoken zijn. En ik vond inderdaad een onderzoek uitgevoerd door de New York Times. En dat onderzoek toonde aan dat op een gemiddelde dag in een gemiddelde stad, een gemiddelde persoon, ongeveer 4000 reclames ziet. Nou, dat is nogal wat. Hè? En datzelfde onderzoek, dat was ook interessant, vertelde ook, ietsje verderop, dat van die 4000 reclames, van 4000 merken die mij elke dag iets proberen te vertellen, er gemiddeld 5 zijn waar ik iets mee doe of die ik onthoud. Nou, ik ging daar eens over nadenken en toen dacht ik, ja, dus eigenlijk werkt het eigenlijk zo dat wij continu allemaal merken op ons afgevuurd krijgen. In pre-rolls, op YouTube, op straat, in de auto, overal. Maar dat wij op een of andere manier toch een soort systeem ingebouwd hebben, noem het een soort spamfilter. En dat spamfilter dat selecteert wat voor mij relevant is en wat voor mij niet zo relevant is. En dat is maar goed ook dat wij dat spamfilter ingebouwd hebben, anders zouden we de hele dag niks anders doen en zien dan al die reclameuitingen om ons heen. Maar goed, als marketingprofessionals onder elkaar is het natuurlijk ook een uitdaging. Want blijkbaar werkt dat spamfilter zo dat datgene wat niet relevant is, wat ik al eerder gezien heb, wat mij niet aanspreekt, dat spamfilter het niet eens doorgeeft aan onze hersenen en ik het niet eens merk. Oftewel, hoe word je een van die 5 die je aan het eind van de dag wel herinnert en onthoudt? Dat is eigenlijk de uitdaging. En die uitdaging die wordt steeds ingewikkelder. Maar wij stellen ons dus regelmatig de vraag, ja, how to beat, hoe versla je dat human spamfilter? Niet door te slim af te zijn, maar door zulke bijzondere dingen te maken dat je het er aan het eind van de dag nog steeds met elkaar over hebt. Goed, ik ben Bas Willing, ik ben medeoprichter van WeFilm. Dankjewel voor de mooie introductie. En bij WeFilm proberen wij films te maken die zo bijzonder zijn dat iedereen daar aan het eind van de dag nog steeds met elkaar over heeft. En niet alleen met elkaar over heeft, maar ook inderdaad bereid is dat met elkaar te delen. Geloven dat het organisch delen van bijzondere films de manier is om echt impact te maken. Je neemt immers meer van je eigen sociale omgeving aan dan van grote merken.